IFDN is een stichting die Europese professionele voetbalclubs of BVO's ondersteunt en verbindt. IFDN helpt BVO's en bonden met het opzetten van maatschappelijke programma's voor de lokale omgeving. Ik ben Henk de Jong, trainer SC Cambuur. Dus we zijn in Leeuwarden. Prachtige stadion voor ons. IFDN heeft meer dan 150 leden. Vandaag richten we ons op een van onze projecten. Fair Sport for All. Samen met Unibet, maatschappelijk partner van IFDN, hebben we het Fair Sport for All programma ontwikkeld omdat matchfixing een grote bedreiging is voor de sport en voor de kansspelindustrie. We hebben een bijeenkomst met de spelers en met Unibet. En daar gaan we het hebben over gokken in de sport, maar ook het maatschappelijke natuurlijk. Want het is veel groter dan alleen maar in de sport. De onvoorspelbaarheid van sport is heel belangrijk. Wie een wedstrijd wil fixen, is hiervoor afhankelijk van de medewerking van een speler, scheidsrechter of coach. Voetballers zijn daarom kwetsbaar. Fair Sport for All richt zich op het creëren van bewustzijn over de risico's van matchfixing en het geven van voorlichting, met als doel om matchfixing te voorkomen. Dat het een maatschappelijk probleem is en dat we dat onder aandacht moeten brengen en dat we daar een rol in kunnen spelen. Via een workshop en spel leren spelers, managers en andere betrokken partijen in de sport bewuster hoe te reageren op aanbiedingen van matchfixing en waar deze te melden. De workshop bestaat uit 3 delen. Het eerste deel is een presentatie waarin de risico's van matchfixing worden toegelicht en ook begrippen als sportfixing en matchtanking worden uitgelegd met voorbeelden. Daarna doen de spelers een quiz waarin hun kennis en hetgeen ze gehoord hebben in de presentatie getoetst wordt. Dus het is zeker zaak dat ieder daarvan in kennis is gesteld. Na de quiz om hun kennis te testen gaan de spelers vervolgens het veld op om een wedstrijd te spelen. Tijdens dit potje krijgen alle spelers een taak. Elk team krijgt daarna de vraag: wie waren de eerlijke spelers en wie waren er fixers? Je ziet ook bij de spelers dat de fun van de opdrachten goed te harte is genomen. Maar het is wel feit dat ze nu weten wat er kan spelen en waarvoor ze behoeden moeten worden. Ik weet wel dat er heel veel speelt binnen de sport, dat er heel veel gefixt wordt. Maar het is goed om eventjes op de hoogte te zijn van wat er allemaal speelt. Nieuwsgierig geworden? Alle leden van IFDN kunnen zich aanmelden voor deze workshop.